Arjen Robben debuteert op 16-jarige leeftijd bij FC Groningen. De tiener uit Bedum valt meteen op door zijn explosieve dribbles en al na anderhalf seizoen trekt PSV aan de bel. In Eindhoven gaat Robben vrolijk door met dribbelen, maar dan krijgt hij ook voor het eerst te maken met blessureleed. Het staat een transfer op 20-jarige leeftijd naar Chelsea niet in de weg. Na drie seizoenen in Londen verkast Robben naar Real Madrid en vervolgens naar Bayern München. In Duitsland groeit hij uit tot een van de beste en succesvolste voetballers die Nederland ooit heeft gekend.